Een hele goede morgen en leuk dat je kijkt naar eindelijk weer een nieuwe video. Het is tijd voor een nieuw project en ik dacht dat is ook een mooi moment om eindelijk het vloggen weer op te pakken. Misschien dat we ook nog wel, want ik heb in de afgelopen half jaar ook nog wel het een en ander gefilmd. Maar niet echt meer heel veel gevlogd, maar misschien gaan we nog wel een video maken van alle beelden die ik toch nog gemaakt heb. Dus die houden jullie denk ik nog te goed, zo'n lekker bij elkaar geraapt zootje. Maar voor nu, we gaan hier in Formentera de Segura een nieuw project starten van 12. Ik wilde zeggen 17, want het vorige project wat we hier gedaan hebben was Edificio Valentina, 17 appartementen. Maar die is al helemaal uitverkocht en nu is het dus tijd voor een project met 12 hele mooie bijzondere woningen. Het wordt een heel hip stijltje waar ik wel gek op ben, maar altijd een beetje van weg blijf omdat veel mensen het al doen. Maar we gaan er nu toch echt voor. Het zijn hele bijzondere woningen. Ik ga er heel klein iets over zeggen, namelijk het zwembad loopt door het midden van het huis. Nou, als dat niet veel goeds belooft, dan weet ik het ook niet meer. En ik ben nu bij de, ik ben nu eventjes bij Haco Kitchens. Maar ik ga nu onderweg naar de tegelwinkel om te beginnen met het uitzoeken van de vloertegel, de badkamertegels. Dat soort dingen. En dan kom ik hier weer terug om te kijken voor de keukenmaterialen. Ik heb daar namelijk al een kleine selectie voor gemaakt. Maar ik wil natuurlijk dat alles leuk, mooi bij elkaar is. Dus we gaan even op zoek naar een lekker geheel. En dat zal niet vandaag al vaststaan. Maar de komende dagen neem ik jullie weer lekker met me mee. En hopelijk kan ik jullie aan het einde van de week een lekker moodboardje laten zien van allemaal leuke nieuwe materialen. En misschien ook al wel wat renders van dit supermooie nieuwe project. Oké, nou, we hebben de winkel alweer 100 keer doorgerend en dat heb ik niet gefilmd. Want dat was eventjes niet handig. Maar zien jullie die tegel? En deze vind ik ook heel mooi voor de wanden van de douches. Ik vind dat vormpje, dat reliefje wat erin zit, heel mooi. En ik vind dit tegeltje heel mooi. En die kleurt hier super lekker bij. Kijk maar. We houden alles natuurlijk een beetje neutraal in dit project. En toen had ik de meubels. Wil ik denk ik een beetje werken met een donkere houtskleur. Dus vandaar dat die er ook eventjes bij staat. Het gaat dus niet om die grote, hè, maar om dat kleine lichtere stukje daar. En jullie zien het helemaal niet goed. Want het licht is hier niet goed. Dus we hebben ook even net monsters opgevraagd. Nu kan je het wel een beetje zien qua kleur. Ja, dit is lekker. Mooi, hè? En toen zei ik, ik zou het dus heel tof vinden om in het zwembad op de vloer dit te doen. Dan heb je zo allemaal verschillende figuurtjes. Ik weet niet of Erik-Jan dat toe gaat laten, maar we gaan het pitchen. Ik denk in ieder geval wel dat ik mijn materialen gevonden heb. Het enige wat nu lastig is, waar ik nu voor moet gaan kijken, zijn de keukenmaterialen. Daar heb ik ook al een selectie voor gemaakt, maar hoe dat samen gaat hiermee. Want dan zou het kunnen dat je net even voor een ander toontje, of juist bij je keukenmateriaal of juist bij je tegels net voor een ander toontje kiest, dat het dan beter een geheel wordt. Het wordt namelijk een toegankelijk project weer. Het worden hele bijzondere woningen. Mooi, ruim. Maar het zijn niet de Oceanic Villa's qua prijsklasse. Dus ja, dan moeten we ook met de materialen soms ietsje beter opletten en slimme keuzes maken. Dus vandaar even kijken wat uiteindelijk het mooiste resultaat maakt. Ik ben hier in ieder geval enthousiast over. Oké,
Oké, we lopen nu via de voordeur naar binnen en ik heb dit later ingesproken, want er was zoveel herrie dat ik gewoon niet te verstaan was. We lopen nu door de master suite naar de master badkamer. Hier komt straks het badmeubel. Daarachter is de douche. Lopen we nu weer terug door de slaapkamer, langs een kledingkast de gang in. Krijgen we hier een los toilet. En dan kom je hier de keuken in met een hele mooie grote achterwand. Een eettafel en daaraan het kookeiland. En dan lopen we deze kant op richting de woonkamer. Hier komt een hele grote loungebank te staan, een mooi wandmeubel en de televisie. Je hebt dan nog een lekker balkon hier en je kijkt uit op een van de leukste pleinen van Alicante. We lopen terug richting de voordeur nu. De andere kant van het appartement op waar er twee gastenkamers zijn en een gastenbadkamer. Dus mensen die hier straks mogen komen logeren, die hebben het goed voor elkaar. Oh, donker. Ze zijn best donker aan het spelen. Yep, hoeveel moet ik tellen? 1. Wat? 2. 3. 4. Handig was mijn camera. 5. 6. 7. Ik kom, mini weg is dit gezien. Die lange moet toch op zich zo te vinden zijn, denk ik. Ik had je nog niet gezien, maar nu ga ik wel. Moet je bellen? Ja, je moet hem tikken. Weg en haai, ik heb geen iemand. Morning, we beginnen de dag bij Haco Kitchens, want de behanger is er eindelijk. We hebben al een tijdje het behang hier klaar liggen. En dat wordt nu eindelijk op de muur geplakt. De roomie zal er ook zin in hebben. Ik zal even laten zien hoe het er nu uitziet en wat we allemaal van plan zijn. Dit moet dus allemaal behangen worden. De toiletjes. Hier, dit heeft straks allemaal een gezellig behangetje. Hier komt een mural aan de muur. Deze muur krijgt dit behangetje. Dit is de sample wall, mijn favoriete hoekje in de winkel. En hier krijgen we een heel mooi behang. Hierboven ook. Waar de deur open staat ook. En in deze hoek ook. Nou, nu alles nog wit. En straks lekker niet meer. Roomie! Heb je er zin aan? Het is eindelijk zover, ja? We zijn al zeker 2 maanden aan het wachten totdat we de juiste behanger hebben gevonden. En hij is nu lekker aan de slag. In Spain, even serieus. Ik ben dus gewoon op kantoor. Kijk nou wat er door de straat loopt. Mira Miguel. Nou, ik heb allemaal wol nu aan mijn auto. Oké, we hebben op de bouw een kleine kitten. Die iedere keer in de patio van een huis gaat zitten. Dus in zo'n soort binnentuintje. En die er dan dus niet uit kan. En op de een of andere manier presteert hij het iedere keer om weer vast te komen zitten. Dus ik ga voor de 100ste keer
op reddingsmissie. Hij zit daar, hij zat net in het andere hoekje. Hij is natuurlijk hartstikke bang. En hij flikkert op de een of andere manier steeds hier van boven. In dat huis zitten ze heel vaak. Nou, dat gebeurde dus precies buiten beeld. Maar toen hij zo hysterisch ging rondrennen, heeft hij bedacht dat hij het bakje wel een veilig plekje vond. Dus, nou ja, hij zit erin. Nee. Oké, nou, dit is wel een leuk verhaal. We waren laatst een keer met de kinderen naar het strand en toen kwamen we op een rotonde. Kwamen we een kitten tegen die zo dat iedereen moest remmen om niet een kitten aan te rijden. En nou ja, dat vond ik dus vet zielig. Dus nou ja, hij was wel veilig overgestoken en zo. Maar Isabella en ik konden het alle twee niet echt loslaten. Dus toen waren we op het strand. Toen zijn we eigenlijk teruggereden naar die rotonde om de kitten te zoeken. Omdat we Erik Jan ervan hadden overtuigd dat hij beter bij ons kon wonen dan dat hij iedere keer daar bij de rotonde ging oversteken. En dat hij dan iedere keer bijna dood ging. Dus, afijn, wij met z'n allen terug naar de rotonde. 3 kinderen, 2 volwassenen, allemaal naar die kitten gezocht. Kitten natuurlijk al lang niet meer te vinden, want er zit allemaal land en weet ik veel wat omheen. Dus ik was net eventjes thuis dat bakje ophalen. En toen sprak ik, hey. En toen zei hij van, zullen we tegen de kinderen zeggen dat dit die van de rotonde is, dat ze hem mogen houden. We hebben hem gevonden, die we aan het zoeken waren op de rotonde. Dit is hem toch niet? Zeker wel. Hij was ginger. Nee, hij was zwart. Zo zat hij erin. Ja, wel, hij is nog heel bang. Of zij, het is een zij. Oké. Mimi. Hoe? Mimi. Luister. Nee, dat Daisy. Is... Daisy. Luister. Maar heel rustig. Heel zachtjes. Ga maar daar beneden naast het koelkastje kijken. Hij zit helemaal op de grond in het hoekje. Het is een babytje nog. Hè? Maar je moet het wel rustig doen, want ze is nog heel bang. Helemaal beneden. Zie je er zitten? Oh, Luca, dat kan denk ik nog niet. Wacht. Oh, zachtjes. Ze vindt het goed. Doe maar heel zachtjes, Luca. Zwart. Ik kan het bijna niet zien. Zie je het poesje? Zie je dat? Ja, met mij. Ja, je bent natuurlijk met je poes aan het spelen. Dus ik zal je even updaten. Tada! Chulo nou. Kijk. Ja, dat kan je natuurlijk niet zo heel goed zien. Kijk eens hoe mooi. Leuk, hè? Druk bezig. Oh, doet het kantje onderuit. Wat goed. Dus Ismael die is even de overstand aansluiten, want dat heb ik nog niet gedaan. Kijk, dan gaat hij daar achterlangs. En dan kijk eens hier, hoe cool. Ja, de zon is een beetje jammer. Maar het grappige is dat je nu die, dat het net lijkt of de pui doorloopt. Zo'n kleur is het bijna. Super chill. Ik ben blij. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Oké. In Haco Kitchens, waar ze druk aan het behangen zijn. Het wordt supermooi, maar dat resultaat komt later. Even bezig met het selecteren van de materialen. Ik had natuurlijk bij de tegelwinkel meegenomen.
Deze voor de wanden van de badkamers. Deze ook voor de wanden van de badkamers. Ik denk deze voor de vloer. Kijk maar, die is er mooi bij. Ik heb hem ook nog één tintje warmer. Die is ook nog in de running. Ik vind deze heel gaaf voor het blad van de keuken. We hebben in de 3D-tekeningen allemaal donkere houten accenten. En dan voor de kastjes van de keuken, ja, heb ik nu dus deze. Maar ik vind deze eigenlijk te licht. Hij mag voor mij ietsje warmer. Maar dat sample hebben we hier niet, dus die moeten we even bestellen. Maar voor nu, kijk, dit zou dan dus de vloer zijn. Dus daarom leggen we die even zo erbij. Deze hoort eigenlijk rechtop te staan omdat hij op de wand komt. Maar omdat hij qua tint wel een beetje overeenkomt met de vloer, geeft dat me een lekkerder idee. Want de grote tegel is helaas nog niet binnen. Maar als je nou denkt dat dat keukenfrontje, dus die hele wittige, dat is trouwens lichtgrijs. Maar als je bedenkt dat die ietsje meer, ietsje warmer wordt, ietsje meer naar het beige gaat. Wat vinden we dan van deze materialen? Laat eens even weten. Want een andere optie, want het enige lastige hiervan is, die donkere houten deuren, die komen eigenlijk buiten ook terug. Maar die kunnen buiten natuurlijk niet van ditzelfde materiaal. Dus dan zou dat een ander materiaal moeten worden. En ik vind dat eigenlijk niet zo chill dat we dan nog een materiaal toevoegen. We zouden ook, kijk, dit materiaal kan wel buiten. En dit lijkt heel erg op dit hout. Als dat zeg maar het een binnen en het ander buiten is, zie je daar echt het verschil niet tussen. Even neerzetten. Dus het zou ook een optie zijn om voor dit hout te gaan. Dus dat hele lichte, eigenlijk in dezelfde tint als de badkamerstegel en de vloertegel. En dan dus deze voor buiten te gebruiken, waar je dan eigenlijk bijna geen verschil tussen ziet. Dan zie je dat dit frontje het ook ineens heel lekker gaat doen. Maar dan ben je wel een beetje dat contrast kwijt wat je zo lekker hebt met dat donkere bruin. Ik zit er nog eens naar te kijken en ik denk toch voor de keuken dit wat we hebben staan. Maar wie zegt dat we dan niet voor de kast of een dingetje toch die warmere kleur terug laten komen. Dat moet eigenlijk ook gewoon kunnen. Vind je ook niet? Even een bezoekje aan het appartement dat we aan het verbouwen zijn hier in Hartje Alicante. Zoals je kunt zien ligt de vloer er inmiddels in. Dat was vorige week nog niet. Ook zijn ze druk bezig met het plaatsen van het plafond. En zijn de airco-installaties geplaatst. De tegels moeten nog steeds gevoegd worden. Ik vind het heel tof in de slaapkamers. Doordat het huis een beetje gedraaid loopt, loopt in de slaapkamers, lopen de tegels op de vloer een beetje schuin weg. Vind ik wel heel leuk, eerlijk gezegd. Alle elektriciteit is voorbereid. Het begint echt ergens op te lijken nu. Nog een maandje. 3 weken ongeveer en dan zijn we klaar hier, of tenminste, met de bouw. En dan mag de lieve Roemie erin voor de keuken en de kasten en de badmeubels. Alleen dit stuk met de tegels mist nog. We hebben net even de plaats van de tv getekend. Hier ziet het, het is een zooitje. Maar we gaan lekker en het wordt mooi. En het uitzicht hier op het plein blijft top. Kijk hoe gezellig. In Spanje is het wel eens kut weer. En het is super gekke lucht. Want er hangt allemaal Sahara zand in de lucht. Het heeft al een beetje geregend. Zie je al die auto's vies zijn. Maar het is al vroeg gezellig hier op Bella House kantoor. Want morgen vertrekken we naar Nederland met z'n allen voor de beurs in Utrecht. De second home beurs. En we hebben even een lekkere
update met het team. We gaan elkaar eventjes een aantal van de projecten die we ingenomen hebben aan elkaar presenteren, zodat iedereen op de hoogte is van alles. En dan gaan we hopelijk de komende periode lekker verkopen. Want zoals jullie niet altijd helemaal goed begrijpen, hebben we dus twee delen bij Belle House. Aan de ene kant de projectontwikkeling en aan de andere kant het makelaarskantoor. En we staan dus ook op de beurs met beide delen van het bedrijf. Dus aan de ene kant de projectontwikkeling, onze eigen projecten, maar ook de custom built villa's die we doen. En aan de andere kant onze real estate office. Dus eigenlijk alle nieuwbouwprojecten hier aan de Costa Blanca kun je met onze hulp aankopen. En dit zijn onze real estate agents. Hallo. Dat is Babette. Hi. Stacy. Hallo. Dat is Eline. Wow. En Gabe. Dus je kan kiezen wie het leukst vindt. Dan kun je daarmee op zoek naar je Spaans droomhuisje. Wie gaat hem aftrappen, de meeting? Ik. Haka bezig. Nou, de meeting is lekker gegaan. We zijn er allemaal klaar voor. Allemaal op de hoogte van alle projecten en de laatste ontwikkelingen. Mocht je nou niks te doen hebben dit weekend en op zoek zijn naar een huis in Spanje en je wil je wat meer oriënteren, je wil ons een keertje in het echt ontmoeten, maar nog niet naar Spanje komen, dan kun je me een berichtje sturen. Dan geef ik je een link om gratis kaarten aan te maken voor de Second Homebeurs. En dan vind ik het heel leuk als je ons daar komt bezoeken. Nu zit ik hier naast de flat lay van alle materialen die we gaan gebruiken voor Edificio Lola. Die jullie ook, nee, ik zeg het verkeerd. Het is geen Edificio meer. Het was eerst Edificio Lola, maar we hebben toch besloten om allemaal losse geschakelde villa's te maken. Dus het is nu Casa Lola, project Casa Lola. En daar hebben jullie meer van voorbij zien komen in deze vlog. Maar ik vind het leuk om nog even alles zo samen te laten zien. En dan ga ik de vlog ook echt afsluiten. Zie ik jullie volgende week weer. En dan zien jullie iets meer achter de schermen van onze trip richting de beurs. Bedankt voor het kijken. En blijf nog even hangen voor de laatste beelden van Lola. Hoi!